Goedenavond, het bevrijdingsjournaal van 5 mei 1945. Dag 1 van de bevrijding van Nederland. Vanochtend om 8 uur officieel ingegaan. Nadat gisteravond in een tent op de Lüneburger Heide de capitulatie van het Duitse bezettingsleger in ons land is getekend. Vandaag richtte Hare Majesteit de Koningin zich via de zender van Radio Herreizend Nederland tot het Nederlandse volk. Mannen en vrouwen van Nederland. Onze taal kent geen woorden voor hetgeen in ons aller hart omgaat in deze de uren der bevrijding van geheel Nederland. Eindelijk zijn we weer baas op eigen erf en aan eigen haar. Verslagen is de vijand, van oost tot west, van zuid tot noord. Hare Majesteit de Koningin, met allemaal mooie woorden. Maar in de praktijk zijn er op dit moment nog 120.000 uitstekend bewapende en goed georganiseerde Duitse militairen in het westen van Nederland. Die moeten het land uit. En als het kan, een beetje snel. In Wageningen zijn vandaag besprekingen begonnen om dat op een ordelijke manier te laten verlopen. Kiesje Hekster, jij bent in Wageningen. Waarom zijn die besprekingen eigenlijk daar? Nou, Wageningen ligt eigenlijk precies op de grens tussen het bevrijde deel van Nederland en het stuk in het westen dat nog bezet is. Tegen de Grebbelinie aan, een soort niemandsland eigenlijk. En die gesprekken die zijn in dit hotel, hè, zwaar beschadigd. Eigenlijk heet het hotel De Wereld, maar de W die is kwijtgeraakt tijdens de beschietingen. En de geallieerde commandant Volks die vond die naam De Wereld wel mooi symbolisch, dus daarom hier. Nou is gisteren op de Lüneburger Heide de onvoorwaardelijke overgave getekend van de Duitsers, ook in Nederland. Er wordt dus niet meer onderhandeld in Wageningen. Wat doen ze wel? Vanmorgen begon het om 10 uur echt met een stevig potje powerplay. De Duitse bevelhebber Blaskowitz die had namelijk een plaatsvervanger gestuurd. Hij heeft zelf 4 sterren als generaal en hij wilde niet met iemand praten die minder sterren heeft. En generaal Volks die is hier links in gesprek met prins Bernhard. Die heeft 3 sterren, eentje minder dus. Maar Volks liet weten dat Blaskowitz niets meer te willen heeft. En die eiste dat hij zelf kwam. Dat gebeurde vanmiddag. Je kan dus zeggen dat door de starre en formele opstelling van de Duitsers kostbare uren verloren zijn gegaan. Maar uiteindelijk zaten beide partijen om 4 uur tegenover elkaar aan tafel. Er is veel pers bij en de Duitsers zijn zo neergezet dat ze vol in het licht zitten en goed zichtbaar zijn. Well, is the general prepared to accept my reading of this and prepared to negotiate for turning his troops over to me? Ja, Volks, die heeft het hier dus wel over onderhandelen, maar eigenlijk gaat het om de uitwerking van de overgave. Waar moeten die 120.000 Duitse militairen zich verzamelen? Waar moeten ze hun wapens inleveren? Hoe gaat hun aftocht? Waar hebben ze hun mijnen begraven? Vooral praktische zaken dus. Het is de organisatie van de capitulatie. Uiteindelijk heeft Blaskowitz natuurlijk gewoon te doen wat hem wordt opgedragen. Maar dan heb ik begrepen dat hij weer is weggegaan zonder te tekenen. Hoe zit dat? Dat is eigenlijk wel een beetje de schuld van de geallieerden hoor. Ze hebben Blaskowitz een enorm pak papier onder zijn neus geduwd. Allemaal gedetailleerde vragen en Blaskowitz heeft gezegd, ik wil daar best aan voldoen. Ik wil dat ondertekenen, maar ik moet wel weten waar ik mijn handtekening onder zet. En hij is dus alweer vrij snel naar zijn commandobunker in Hilversum vertrokken om te lezen en vooral om de gevraagde informatie te verzamelen. Daar heeft hij de hele avond voor. Morgen meldt hij zich dan weer in Wageningen en daarna zouden die geallieerde troepen dan echt het westen van Nederland in kunnen trekken. Als het goed is, zonder een schot te lossen, laten we hopen dat dat ook echt gaat gebeuren op die manier. Prins Bernhard was er vandaag ook weer bij. Wat was zijn rol? Prins Bernhard die mocht aanzitten als bevelhebber van de binnenlandse strijdkrachten. Verder had hij geen formele rol. De prins die laat zich graag zien bij dit soort gelegenheden. Vandaag kwam hij ook weer aangereden in de Mercedes die het verzet heeft buitgemaakt op Zeiss Inquart. De geallieerde commandanten die zitten een beetje met hem in de maag. Hij is natuurlijk wel een symbool van het Koningshuis en daarom bij het publiek en het verzet best populair. Maar de geallieerden vinden hem een beetje een showbink. Zonder enige gevechtservaring is hij door zijn schoonmoeder Wilhelmina bevorderd tot 4-sterren-generaal. En er zijn grote twijfels of hij zijn binnenlandse strijdkrachten wel in de hand heeft. En daar gaat hij. Morgen meer dus uit Wageningen en daarna hopelijk snel West-Nederland in voor de bevrijding van de hongerprovincies.
Onze verslaggever Martijn Bink is in Noord-Nederland. Een gebied dat al een paar weken is bevrijd. Om precies te zijn het dorpje Nieuwlanden in Drenthe. En daar blijken, Martijn, plotseling veel meer mensen te wonen dan we allemaal dachten. Er hebben hier in de omgeving de afgelopen jaren honderden mensen ondergedoken gezeten. En nu de oorlog voorbij is, komen die opeens naar buiten. En lopen hier in Nieuwlanden opeens Joden op straat. En blijken al die neefjes en nichtjes uit Amsterdam toch stiekem Joodse onderduikkinderen te zijn geweest. Ze zaten verborgen hier in de omgeving, bij gezinnen, op boerderijen en zelfs hier in de kerk. Maar liefst 9 maanden zaten de Joodse jongens Isidor en Lau verborgen in een gat onder het orgel en de preekstoel. En als hun helpers dan kwamen, dan brachten ze niet alleen water mee en eten, maar ook tekenspullen. En hier in het gat onder de preekstoel maakten ze hun verzetskrant, De Duikelaar. Ze tekenden cartoons en vervalste persoonsbewijzen. Die verkochten ze weer om zo geld voor de onderduik te krijgen. Na bijna een jaar worden ze verraden. Maar dankzij de tamtam hier in Nieuwlanden kunnen de jongens op tijd vluchten. Isidor blijft hier, Lou gaat terug naar Amsterdam. Domineeszoon Arnold Douwers en de Jood Max Leons, zij zijn de spil in het web. Zij regelen alles. Inclusief goede papieren voor zichzelf, zodat ze vrij kunnen bewegen. Ze hebben het verzetswerk overgenomen van de bekende verzetstrijder Johannes Post. Die komt hier ook uit het dorp, maar hij is vermoord door de Duitsers. Soms gaat het goed, soms gaat het fout. Want de Duitsers ruiken regelmatig onraad. Ze hebben nooit beseft hoeveel mensen hier ondergedoken zaten, maar pakten toch regelmatig mensen op. Verraden of door toeval ontdekt. Ook Leons en Douwers lopen gevaar. Douwers wordt eind vorig jaar opgepakt en Leons duikt onder, weer in dit gebied. Was er gevaar en was er tijd om weg te komen, dan had het verzet een noodscenario. In de bossen bij Nieuwlanden zijn ook allerlei onderduikersholen, zoals dit hier. Hier konden de mensen een tijdje verblijven totdat de kust weer veilig was. En dit is ook de plek waar de Joodse kinderen uit Amsterdam naartoe werden gebracht. Na een nachtje in het hol werden ze overgebracht naar een gezin. En dan vraag je je af waarom juist de mensen hier zoveel Joodse onderduikers en kinderen opnamen. Wat maakt Nieuwlanden nou zo bijzonder? Dat is natuurlijk moeilijk te zeggen, maar waarschijnlijk is het een combinatie. Een combinatie van de ligging, de saamhorigheid, het geloof, maar ook de onverschrokkenheid. De onverschrokkenheid van de mensen hier die met gevaar voor eigen leven anderen willen helpen. En zo is het helemaal. Hulde aan de dappere inwoners van het Drentse Nieuwlanden. Ja, het had vandaag eigenlijk feest moeten zijn. Toch een beetje een domper, die vertraging met de ondertekening in Wageningen. Nog een extra dag wachten dus in West-Nederland. De laatste loodjes, zullen we maar zeggen. Tot morgen in een nieuw bevrijdingsjournaal. Zelfde tijd, andere tijd. Goedenavond.